Honden worden steeds vaker ingezet om het coronavirus te ontdekken bij mensen. Maar ook deze dieren moeten zich aanpassen aan de Omicron-variant van het virus. Om te laten zien waarom honden hiervoor worden gebruikt, vergelijken we ze met een mens. Een mens heeft ongeveer 6 miljoen geurreceptoren. Geurdeeltjes die in de lucht zweven, worden ingeademd en gaan langs deze receptoren. Een hond heeft daarentegen zo'n 300 miljoen geurreceptoren. Hiermee kan het dier een substantie detecteren die niet groter is dan een druppel water in 20 zwembaden van Olympisch formaat. In de medische wereld kunnen honden bepaalde typen kanker, diabetes, malaria en de ziekte van Parkinson bij mensen ontdekken. Vanwege hun bijzondere neus worden de dieren al sinds het begin van de coronacrisis getraind op het ontdekken van de geur van het coronavirus bij mensen. Op welke stof ze precies reageren is nog onduidelijk, maar volgens onderzoeken liegen de resultaten er niet om. Sommige honden zouden het coronavirus met een accuraatheid van 97,5% kunnen ontdekken bij mensen. Maar ook hier zorgt de Omicron-variant van het virus voor een andere situatie. Bij de andere virusvarianten zaten de virusdeeltjes veel meer in de longen. Via de longen werden ze door het lichaam verplaatst, waardoor ze in ons zweet terechtkwamen. Hierdoor konden de honden het coronavirus ontdekken door aan de hand te ruiken, waar veel zweetklieren zitten. Bij de Omicron-variant zitten de virusdeeltjes hoger in de keel en in de neus. Aan de handen ruiken heeft daardoor een veel minder goed resultaat. De honden zijn daarom opnieuw getraind om aan mondkapjes te ruiken. Verwacht in het komende jaar niet bij grote concerten of op elke luchthaven een hond die bij jou naar het coronavirus zoekt. Door het prijskaartje dat eraan hangt, van aanschaf tot training, is het vooral bedoeld voor bijvoorbeeld crew en bandleden bij een tour, zoals Metallica en Tool gaan doen bij hun tour. De hond kan dan snel een besmette persoon ertussen uithalen en optredens hoeven dan niet stil te komen liggen.